Jouw antwoord is goed. Yes! Nee! Nee! Echt waar? Kirsten, jij hebt het geluid van Q Music geraden en jij krijgt 100.000 euro. Kirsten won 100.000 euro met het raden van het geluid bij Q Music. Ik vind dat zo bizar. Zoveel geld. Maar wie verzint dat geluid? En wie is toch die mysterieuze jury? Daar ga ik vandaag achter komen in een nieuwe Zapp Live Checked bij Q Music. Ja, eigenlijk wel het heetst van de strijd als het gaat om het geluid. Bij hier gebeurt Q-Music. Het. Ja. Ja. Hier komt het dan uit die speakers. En wat denk je nou elke keer als jij voor het eerst het geluid hoort? Ik heb geen idee wat het is. Echt? En het erge is, we hebben het de laatste keer echt heel veel weken achter elkaar gespeeld. Ik hoor het dus iedere dag, de hele dag door. En zelfs op de laatste dag had ik nog steeds geen flauw idee. Maar je gaat toch wel raden met collega's dat jullie denken, ja, dit moet het zijn. Ja, en iedere keer als je denkt, dit moet het zijn, dan is het een dag later dat een luisteraar het roept. En dan blijkt het niet goed te zijn en dan moet je weer opnieuw beginnen. Want wat was het geluid ook alweer dit jaar? Het geluid was het verstellen van een wereldstekker. Het geluid. Het geluid. 100.000 euro. 100.000 euro Zijn. Voor één geluid. Het is echt insane eigenlijk. Wie is die jury? Jullie vragen altijd, jullie spelen het geluid, er komt een antwoord binnen en dan zeggen jullie, we gaan het even vragen aan de jury. Ja, we hebben twee goed bewaarde geheimen, het geluid en wie de jury van het geluid is. Dus het zijn mensen die bij Q-Music werken, maar het zijn mensen die ik niet met naam kan noemen, want dan zou het zomaar kunnen zijn dat kijkers denken, oh wacht even, dan ga ik opzoeken op Facebook. En dan die ken ik, dan ga ik ze stalken. Ik ga je kat ontvoeren, voor een hint. Dus dat kan ik niet zeggen. Dus hij of zij heeft een kat? Dat weet ik niet. Het zijn een paar mensen. Geen kat ontvoeren nu, dat mag niet. Oké, waar moet een goed geluid dan aan voldoen? Het moet een herkenbaar geluid zijn. Ja. Dus je moet het ook regelmatig in je eigen leven tegen kunnen komen. Ja. Dus niet dat het iets heel exotisch is. Het moet eigenlijk een beetje herkenbaar zijn. Een beetje een soort huistuin- en keukengeluid. Een handeling. Ja. Zijn dat de drie voorwaarden? Zijn wel drie belangrijke voorwaarden, ja. Maar stel nou dat het geluid niet geraden wordt. Dan komen er nog meer hints bij. Uiteindelijk heeft de jury dit keer 4 hints moeten geven om uiteindelijk tot het geluid te komen. Ja. Maar anders waren ze doorgegaan. Ja, anders waren ze doorgegaan. Dan was er nog een hint gegeven. Kijk, op een gegeven moment moet het geluid gewoon geraden worden. Ja. En nu is het geluid geraden bij 100.000 euro bij Mattie en Marieke in de superronde. Maar het had net zo goed naar 1 miljoen kunnen gaan. Dat had gekund, maar ik denk dat er spelen zoveel mensen mee, duizenden mensen in Nederland. Ja. Er was voor die tijd wel iemand geweest die de hints op een rij had gezet en had bedacht dat het een wereldstekker was. Ja, ik denk dat ik wel genoeg info heb. Ik ga zelf een geluid maken en ik ben echt benieuwd of het daadwerkelijk zo moeilijk is. Of dat jullie stiekem al 100.000 antwoorden hebben gehad en dat jullie dan eens denken, nou, het is niet een ton waard. Nee, dat kan ook niet. We kunnen niet vals spelen. Wij weten ook niet wanneer het geraden wordt, nee. Volgens Domien moest ik op zoek gaan naar alledaagse dingen. Dus dingen die je veel hoort, want dat is het geluid. Nou ja, dat heb je natuurlijk gewoon in een huis. Want in een huis zijn heel veel dingen die je dagelijks gebruikt. Dus ik ga gewoon op zoek naar mijn ideale geluid. Eens even kijken, waar kan ik beginnen? Een oven die open en dicht gaat. Een kraan. Een knopje van de afzuigkap. Koffieautomaat. Koelkast die open gaat. Ah, zou kunnen. Oké, ik heb een rondje huis gedaan. Ik denk dat ik mijn ideale geluid wel gevonden heb. Wat het is, ga ik je zeker nog niet vertellen. Ik ga het eventjes helemaal mooi maken en ik ga kijken of ze op straat kunnen raden wat mijn geluid is. Ken jij het geluid? Welk geluid? Het geluid, dat spel waar je heel veel geld mee kan verdienen. Ik heb er wel misschien van gehoord. Ik weet het niet, ik zeg je eerlijk. Of nee, toch niet? Het is zeg maar een geluid op de radio, dan hoor je elke dag geluid. 20 minutes later. Mag ik jou mijn geluid laten horen? Ja, chocolademunten. En een designer bag. Oké. Heel goed luisteren en als jij het gewoon weet, dan kabam, gaat hij eruit. Ja, toch? Het geluid. Het geluid. Ja, dit is makkelijk. Wat is het dan? Ik kan niet aan de deur. Ik zeg eerlijk, ik ben zeker van mijn zaak. Ik denk dat het de deur is. Een deur? Ja. Ja, is niet goed. Ja, jammer man. Jammer hè? Ja, een deur die dicht gaat. Ja, het klinkt als iets dat dicht gaat. Een deurtje of zo, of een kastje. Ah, het is niet goed. Ik denk een deur die dicht gaat. Ja, ik denk eigenlijk ook een deur die dicht gaat, maar dat zou het allemaal niet zijn. Ik heb het antwoord meerdere keren voorbij horen komen. Het is helaas niet goed. Hint nummer 1. En hint nummer 2 is... Heel goed opletten, want het zou toch wat zijn, jongens.
Een wc-deur dicht doen. Gewoon de klink zo dicht doen, ja, dat heb ik ook. Gewoon de deur dicht doen. De klink dicht doen, ja. Oh, jij, nee, jij, jij had al eentje geraden en dat was helaas niet goed. Maar je was zo close. Ja. Ja. Dus balen, hè? Wat gaat er nu door je heen? Welke emotie? Ik ben echt verdrietig. Ja. Oh, ik vind het een deur die dicht gaat. En dan wel op slot. Ja, wat is nu jullie definitieve antwoord? Iets dat valt in ieder geval. Dacht ik altijd. Iets wat? Iets dat valt? Iets dat valt is jullie definitieve antwoord? Iets dat valt. Denk het, ja. Maar iets dat zo en dan. Nee! Nee, jullie waren zo close. Nee, dat is niet het goede antwoord. Oh, jongens, jongens, jongens. Mag ik jullie wel een hint laten zien? Misschien dat jullie het dan wel weten. Ja. Toilet, ja. Oh, de toiletpot die omlaag gaat. Dat dingetje. Ja, nee, is ook niet goed. Oh, jongens, wat is het toch een moeilijk spel. Wat is het een moeilijk spel. Nee, zelfs met deze hint niet. Nee, sorry. Nee, het was de wc-deur die op slot ging. Dus jij zat zo close. Ik zat het toch. Ik deed gewoon de deur dicht op slot. Oh, ik vind het een deur die dicht gaat. En dan wel op slot. Ik vind het een deur die dicht gaat. En dan wil op slot. Ja, laat. Zeg daarna. Dat zei ik daarna. Daarom zei ik. Ik moet overleggen. Maar toen zei hij. Maar ze zeiden de deur. Nou, de deur die dicht en beslot gaat. Dus dat zei ik. Maar dat was een wc-deur. Ik vind het een deur die dicht gaat. En dan wil op slot. En de allereerste hint is. Scheet, sowieso. Dat was een scheet, ja, ja. Klopt. Ja, niet een echt hoor. Nou, dat hoop ik niet, nee. Ik heb de tweede hint ook voor je en dat is deze. Dat is de wc. En dan heb ik nog een muzikale hint. Daarvoor moeten jullie eventjes de koptelefoon opzetten. Dit is een muzikale hint, dus het is nog niet het geluid, maar het heeft wel te maken met het geluid. Want ik ga het zo makkelijk maken met deze drie hints. Bruno Mars, toch? Aha. Jij mag ook even luisteren. Je staat te popelen, zie ik. Ja, ik zag jou gaan. Ik denk, oeh, die wil ook luisteren. Oké, onthoud deze hints, jongens. Dan mag je nu de koptelefoon één voor één opzetten en luisteren naar het geluid. Dit wordt easy peasy natuurlijk. Ja, jij ook nog even luisteren. Ik vind het spannend worden, jongens. Zou de goodie bag er gewoon uitgaan? Iemand die een deur dicht slaat. Maar iemand die een ik deur... denk een toiletpot die dicht gaat. Oh ja, dat was natuurlijk die hint. Als je zo'n wc indrukt. Doorspoel bedoel je? Ja, ja. Nee, 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 nee. Helaas, jullie hebben het allebei niet goed. Willen jullie een hint? Ja. Hint nummer 1 is... ik heb nog een hint. Dat is deze. Ja, voordat jullie hem vergeten. Willen jullie dan nog een hint? Ja. Nou ja. Altijd. Ah, lekker toch? Het is een muzikale hint. Dit liedje is nog niet het geluid, maar heeft er dus wel mee te maken. Oké, dit was de muzikale hint. Drie hints waarvan ik denk, nu moet het te raden zijn. Maar ja, blijkbaar als je zelf het geluid weet en een ander niet, is het toch moeilijker dan je denkt. Jullie mogen de koptelefoon één voor één opzetten. Goed naar het geluid luisteren. Daarna even kort met elkaar overleggen. En dan wil ik van jullie het verlossende antwoord. Wat is het geluid? Oké, jullie mogen even met elkaar overleggen. 1 minute 37 seconds later. Zijn jullie eruit? Ja, ja. Eruit. Ja. En zijn jullie ook bereid heel hard te gillen als het een goede antwoord is? Medium. Heel goed, heel goed. Oké, jongens, ik wil weten. Wat is het geluid? Ja, de deur van de wc op slot doen. De deur van de wc op slot doen is het goede antwoord! Woe! Jongens, 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 jullie winnen gewoon bij deze. Ta-da-ta-ta. Ik zal de designer bag maar gewoon heel stereotyperend geven aan. Aan jou. Nou kijk, hier, die is best grappig. Heb ik gemaakt? Vind je mooi? Ja, heel leuk. Ja, jongens, deze moeten jullie dan maar een klein beetje gaan verdelen. Wordt een soort wisselbokaal. Met alles geldt het eigenlijk een beetje. Yeah. En jullie winnen natuurlijk gewoon, net als bij Q-Music, gewoon keiharde knaken. Hatsa! Dank jullie wel voor het meespelen met het geluid. Jullie willen thuis natuurlijk even kijken hoe dit tot stand is gekomen. Want dat zag er namelijk zo uit. Het geluid. Het geluid. Nou ja, en wil je daar zelf ook meespelen? Denk je, oh, ik had het misschien wel geweten. Ik heb ook een geluid voor jullie thuis opgenomen. Dus luister eventjes heel erg goed en laat hieronder in de comments weten wat dat geluid is. Want wie weet win jij gewoon precies zo'n lekkere gevulde goodiebag. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe Zap Live Checked. Dus tot dan. Later. Het geluid.
Het geluid.